Veel bedrijven zijn, denk ik, aan de grenzen van hun groei. Ook in de zin dat ze vaak maar met z'n tweeën of drieën over zijn. En je dus oligarchieën krijgt. Ja, en dan zegt de medelingsautoriteit: u mag niet verder meer groeien. Dus er begint een soort grenzen aan de groei in zich te komen. En, en ja, dan, dan weet je in, dat, in die wereld dus niet goed wat je met je geld moet, uh, moet doen. Nou, wat er aan de hand is, is dat bedrijven uh, ontzettend veel uh, sparen. Uh, in Nederland zijn eigenlijk alle besparingen per saldo afkomstig van uh, de bedrijven. Dus niet van gezinnen, niet van de overheid. De overheid ontspaart ont natuurlijk omdat hij een tekort heeft. Gezinnen ontsparen. Bedrijven die sparen. Het blijkt dat dat voor meer landen geldt. In Japan wordt eigenlijk het hele tekort gefinancierd door de bedrijven. In Engeland hebben bedrijven meer kasten ooit tevoren. In Amerika heb je Apple, wat 100 miljard in kas heeft, uh, Google, 50 miljard, Microsoft, 40 miljard. Dus bedrijven houden ontzettend veel winsten in. Nou, wat betekent dat? Het betekent dat ze dat geld dus niet investeren. Uh, ingehouden winsten, dat zijn de besparingen. En dat zou kunnen duiden op een gebrek aan vertrouwen. als gevolg van de wereldcrisis en nu met name ook de, de eurocrisis. Dus. Bedrijven nemen even uh, gas terug en investeren niet in afwachting van betere tijden. Het kan ook zijn dat er meer aan de hand is en dat dit duidt op een gebrek aan ja, voldoende uh, groeikansen, uh, die door investeringen worden gevoed als het ware. Dus het kan ook betekenen dat bedrijven langzamerhand een beetje uitgeïnvesteerd zijn en eigenlijk niet goed meer weten wat ze met hun geld uh, moeten doen. Wat voor bedragen hebben we het? Nou, in Nederland uh, hebben we het over uh, in 2010, dat dus zijn de laatste cijfers van, van het CBS, uh, 60 miljard aan bedrijfsbesparingen. Tegenover 50 miljard aan nationale besparingen. Dus zeg maar, bedrijven staan op 60 miljard en de rest op min 10. En opgeteld geeft dat 50. Dus eigenlijk geldt ook bij ons. Het hele tekort van de jager wordt via via als het ware gefinancierd door de bedrijven. Die, die, die stallen dat geld bij een bank en die koopt er weer staatsobligaties van enzovoort enzovoort. En Nederland houdt dus eigenlijk geld over, dankzij die bedrijven, om ook nog weer geld in het buitenland te beleggen, want we hebben een enorm betaalingsbalansoverschot. Wat zijn mogelijke consequenties? Nou, de eerste zijn eigenlijk vrij zorgelijk, want uh, er wordt nu bijvoorbeeld minder geïnvesteerd uh, dan nominaal zelfs in de jaren tachtig. Dat is dus vrij bar dat we dus in euro's minder investeren dan in de crisis van de jaren 80. In 2009 waren de investeringen negatief. Dus het is zorgelijk in de zin dat bedrijven het ja, niet zien zitten. Dat kan zijn tijdelijk. Dat kan zijn het gevolg van de eurocrisis. Het kan ook zijn dat er iets structureels aan de hand is en dat de investeringsmogelijkheden in het westen met zijn stagnerende bevolking eh, toch een beetje ja, uitgeput beginnen te raken en dat bedrijven eigenlijk ja, dat de investeringen nog meer zullen komen van het oosten dan ze nu al doen. En dat wij in het westen naar een soort plateau gaan met een laag investeringsniveau, weinig economische groei, gewoon omdat bedrijven niet veel mogelijkheden meer zien om te groeien. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, bedrijven die zouden, ja, wat kunnen we daaraan doen? Macro-economisch zou je zeggen, als, als de, de toekomst aantrekkelijker wordt. Uh, ja, dan zal er meer geïnvesteerd worden. Maar ik zou zeggen, houd er rekening mee dat, ja, dat dat toch niet gaat gebeuren zoals dat in de afgelopen 30, 40 jaar het geval was. En als dat zo is, zouden bedrijven moeten zeggen, ja, laten we dan dat geld maar teruggeven aan de aandeelhouders. Hè, wat Wij verdiend hebben. Misschien weten die er nuttige dingen mee te doen. En dan ga je eigenlijk terug naar ja, ik zou zeggen de tijd tussen 1800 en 1950. Want 150 jaar lang werd er door beleggers belegd... eigenlijk uitsluitend voor het dividend. Een bedrijf had een bepaalde return on investment. En zei, nou dat is mooi, dat, dat gaat naar de aandeelhouders, want die zijn de verschaffers van het kapitaal. En met de jaren 80, 90 heb je natuurlijk dat groeidenken gekregen... waardoor ieder zichzelf respecterende bedrijf dacht... nee, dat, dat, die winst houd ik in, want daar moet ik grootste dingen mee gaan doen. Nou ja, dat viel vaak tegen... En die grootste dingen die gaan ook een beetje aflopen. En we gaan dus wellicht weer terug naar de tijd van een veel hoger dividend.